Goedemiddag, mijn naam is Loek Ekkel en vandaag staan we in Leeuwarden. We gaan vandaag kijken bij een mooie kamer hier achter mij gelegen aan de Johannes Semstraat nummer 9. Een pas gerenoveerd pand met in totaal 4 units waar we vandaag één van gaan bekijken. We gaan ook kijken in alle gemeenschappelijke voorzieningen. Daar komen we zo meteen op terug. Allereerst iets over de locatie natuurlijk. Johannes Semstraat eigenlijk een mooie locatie dichtbij het centrum van Leeuwarden. Als we deze gaan uitrijden, komen we bij de dichtstbijzijnde supermarkt uit. En hier, voor mij rechtdoor, komen we uit bij het stadscentrum van Leeuwarden. Laten we even kijken binnen gaan nemen in bij de kamers. Voordat we verder gaan met de video, controleer of u al geabonneerd bent op dit YouTube-kanaal. Uw notificaties aan heeft staan, zodat u een melding ontvangt bij een nieuwe upload. Bij interesse van een van de panden, ga naar onze website. Selecteer Groningen. Zoek de advertentie naar wens en laat kosteloos uw gegevens achter via de website. Nou, welkom aan de Johannes Semstraat nummer 9. Nou, voordat we naar de kamers gaan, gaan we eens even de gemeenschappelijke ruimte bekijken. Zo hebben we meteen hier aan uw linkerzijde de keuken liggen, dus laten we even kijken nemen. Nou, zoals ik al aan had gegeven, is het pand helemaal gerenoveerd, zo ook de keuken. We hebben hier een mooie spoelbak met boven en onder genoeg ruimte voor al jullie potten en pannen. Een 4-pits inductiekookplaat en natuurlijk een mooie moderne afzuigkap. Gaan we nu even een kamer verder, want daar is de wc gelegen. Nou, net een wc, zoals je kunt zien. Gewoon een wc met een fontein erin natuurlijk. De badkamer is op de eerste etage gelegen, dus loop er maar mee. Nou, welkom op de eerste etage. We gaan even kijken nemen in de badkamer. Hier aan deze zijde gelegen, dus volgt u mij maar. Nou, zoals je kunt zien is de badkamer, net als het hele pand, mooi afgewerkt. Zo hebben we aan het begin een wastafel met opbergruimte eronder. Aan deze zijde nog weer opbergruimte voor eventueel handdoeken en dergelijke. Instapdouche, ook weer strak afgewerkt. En een nette wc erachter. We gaan nu kijken nemen in de kamer, gelegen aan de voorzijde. Dus loop er maar even mee. Nou, welkom op in kamer 3. Weer een mooie kamer. Zoals het hele pand is het helemaal gerenoveerd. Zoals deze muurisolatie aangebracht, vloerisolatie. We hebben hier een mooi raam dat zorgt voor voldoende natuurlijk daglicht in de kamer. Ook is het plafond hier voorzien van mooie spotjes, zoals jullie al kunnen zien. En we hebben achter in de kamer een wastafel. Hier is voor gekozen om een opbergruimte eronder te doen voor andere spullen natuurlijk. Maar verder is er in de kamer nog genoeg ruimte voor eventueel een kast, een tweepersoonsbed, een bureau. Dat is natuurlijk geheel vrij in te delen. Nou, we hebben het hele pand nu doorlopen, dus een mooie keuken, net de wc, een strakke badkamer en natuurlijk de kamer hier aan de voorzijde. En ben je nou op basis van deze video geïnteresseerd in deze woonruimte? Neem dan contact met ons op via de mail of bel ons op 088-6299-050. Hartelijk bedankt voor het kijken, hopelijk tot bij een van onze bezichtigingen en vergeet niet een duimpje achter te laten.